wij staan hier nu wel de hele avond in het Nederlands te praten en te zingen en promotie te maken voor het Nederlands. Ja, dat is waar. Maar wij houden ook van andere talen en culturen. Hè? Oh ja, ik zeker. Hè? Je weet dat. Hè? Ja, ja, ja. Theatergroep Fast Forward maakt al 10 jaar theater voor anderstaligen die Nederlands leren. Om dat te vieren brengt het gezelschap dit jaar Anders Nog Iets. Een theaterproductie met de hoogtepunten uit voorgaande voorstellingen. Speciale gasten dit jaar is actrice en presentatrice Andrea Kronenbergs. Omdat we 10 jaar bestonden, wilden we iets heel feestelijks doen. We wilden ook graag dat het iets meer was dan wat we al deden. Iets dat meer opviel. En dat ook voor onze doelgroep speciaal zou zijn. Omdat ze bijvoorbeeld iemand herkenden. Omdat ze het gevoel hadden van wauw, dit is iets speciaals voor ons. En ik vind Andrea altijd al een mooie televisiefiguur. Een goed televisiefiguur. Iemand die haar taal verzorgt. Ja, iemand met klasse. En ik wilde een voorstelling maken die heel veel plezier uitstraalde en die er heel professioneel uitzag. Mijn vader en mijn moeder, mijn vrouw, mijn dochter en mijn zoon. Het publiek krijgt interactieve sketches voorgeschoteld, maar het theatergezelschap brengt ook heel wat liedjes om het Nederlands op een ludieke manier aan te leren. Goeiedag is bonjour en tot ziens. Au revoir. Altijd is toujours en je t'aime. Ik zie je graag. Wat mij ongelooflijk verrast heeft, dat is de warmte en de spontaneïteit van zo'n zeg maar internationaal publiek. Als Peter bijvoorbeeld goedenavond zegt tegen de mensen in het begin van de voorstelling en kennis maakt met de mensen en vraagt waarvan ze komen, dan krijg je meteen ongelooflijk veel reactie. Ik denk dat je dat met het gemiddelde Vlaamse publiek eigenlijk niet hebt. Dus dat is gewoon heel fijn. We hebben in die 10 jaar dat we dit soort theater maken ongeveer 60.000 mensen bereikt. Dus gemiddeld tussen 6.000 en 8.000 mensen per theaterproductie. Wat best veel is. In het begin had ik geen idee hoeveel mensen we zouden bereiken. We spelen meestal in het hele land. Vooral in Brussel, in de randgemeente, maar ook elders, ook in Wallonië. Mijn vader en mijn moeder, mijn vrouw, mijn dochter en mijn zoon. En opa. Anders Nog Iets speelt nog in verschillende gemeenschapscentra in de Vlaamse rand. Wie meer informatie wil, kan surfen naar de website van Fast Forward.